Dit zijn de openingsbeelden van What's Up, Red Dog? Een korte tekenfilm uit 1957 van Warner Brothers. Met in de hoofdrollen Bugs Bunny, Elmer Fudd en natuurlijk de operamuziek van Richard Wagner. Kill the rabbit, kill the rabbit, kill the rabbit. Kill the rabbit. What's Up, Red Dog is een meesterwerkje en werd zelfs uitgeroepen tot beste tekenfilm aller tijden. Het is meteen ook een van de mooiste voorbeelden van hoe klassieke muziek en cartoons een perfect huwelijk vormen. Ze lijken voor elkaar gemaakt. Maar hoe komt dat? De sleutelfiguur in de geschiedenis tussen klassieke muziek en cartoons is Carl Stalling. Carl Stalling werkte in een theater in Missouri en daar moest hij stille films begeleiden met zijn orkest of zelf aan de piano. Carl Stalling maakte er een echte kunst van om in zijn eigen improvisaties bekende deuntjes binnen te smokkelen. Tussen die films werd ook reclame getoond, gemaakt door Walt Disney, toen nog een beginnend filmproducent. En Walt Disney liep ooit de bioscoop binnen en hij was meteen fan van die unieke stijl van Carl Stalling. De twee begonnen samen te werken met als eerste resultaat de cartoon Plain Crazy. Meteen ook de eerste keer dat we Mickey Mouse te zien krijgen. Dat was nog maar het begin, want al snel stelde Carl Stalling voor aan Walt Disney om omgekeerd te werken. Om te vertrekken van de muziek en om daarop de beelden te maken. En zo werden in 1929 de Silly Symphonies geboren. Een reeks van tekenfilms met heel veel aandacht voor muziek. En ook daar haalde Carl Stalling zijn handelsmerk boven. Hij combineerde zijn eigen composities met bekende deuntjes, zoals van Edvard Grieg. En zo kregen we van jongs af aan klassieke muziek te horen. Carl Stalling zette klassieke muziek op de agenda van Disney. Maar nonkel Walt wilde nog een stapje verder gaan. Hij zocht naar een manier om klassieke muziek nog toegankelijker te maken via een tekenfilm waarin alleen maar klassieke muziek te horen was. Met Mickey Mouse in de hoofdrol en met de grote Leopold Stokowski als dirigent. En dat werd Fantasia. Fantasia was een groot en ambitieus project, maar misschien iets te ambitieus, want uiteindelijk werd het toch een soort van flop. Waarom? Omdat de kinderen schrik kregen als ze naar de film keken. Want ze zagen dan een dinosaurus in combinatie met Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Of plots kwam de duivel op hen af, met daaronder dan die enge muziek van Modest Mussorgsky. Ondanks het gematigd succes van Fantasia, hebben mensen als Walt Disney, Leopold Stokowski of Carl Stalling de wisselwerking tussen klassieke muziek en cartoons op de kaart gezet. En dat deed een belletje rinkelen bij andere producenten, bij MGM of bij Warner Brothers. Want Disney had de Silly Symphonies, Warner deed iets gelijkaardigs met de Looney Tunes of de Merry Melodies. En ook daar speelt Carl Stalling de hoofdrol. Ik zei toch dat hij een sleutelfiguur was. Want Carl Stalling verhuisde van Disney naar Warner Brothers om daar muziek te componeren voor beide cartoons. Er was één voorwaarde, want Warner was ook een platenmaatschappij en dus moest je in elke cartoon één populair lied horen uit de collectie van Warner. Geen probleem voor Carl Stalling. Hij combineerde opnieuw zijn eigen ideeën met die populaire songs, maar natuurlijk ook met klassieke muziek. Het moest vooruit gaan bij Warner, want Carl Stalling componeerde elke week een nieuwe partituur. En dat 22 jaar lang. En om dat moordentempo te kunnen volhouden, vond Carl Stalling een heel efficiënte manier van werken. Hij vroeg van elke scène een korte omschrijving en de tijdsduur
En op basis daarvan componeerde hij de muziek. En zo heeft Carl Stalling als componist meer dan 600 tekenfilms op zijn naam staan. Uiteraard zijn er nog andere voorbeelden van goede muzikale cartoons naast die van Disney en Warner. Denk aan Popeye, Woody Woodpecker, maar natuurlijk ook Tom en Jerry. Klassieke muziek en cartoons zijn een match made in heaven. Maar hoe komt dat? Daarvoor gaan we even terug naar Bugs Bunny en What's Up, Radok? What's up, Doc? Want uit dat voorbeeld blijkt pas echt dat klassieke muziek een geschenk was voor tekenfilmmakers. Waarom? Klassieke muziek zorgt voor een duidelijk ritme. Het voegt emotie toe. What have I done? Klassieke muziek is opgebouwd rond actie en reactie, zoals in cartoons. Bye. En het zorgt voor... That was the wabbit. Humor. Klassieke muziek was een goede financiële zet. Want cartoons maken was een business en die business moest vooruit gaan. En als je in cartoons partituren wilde gebruiken van toen hedendaagse populaire muziek, dan moest je auteursrechten betalen. Maar klassieke muziek... was helemaal gratis. Last but not least, Carl Stalling. Want hij zorgde ervoor dat klassieke muziek een hoofdrol speelde in de cartoons. En hij kon perfect overweg met het snelle, efficiënte studiosysteem van Hollywood, zonder ook maar een greintje in te boeten aan creativiteit of schoonheid. En daarom zijn cartoons, met die klassieke muziek erin, deel geworden van ons cultureel erfgoed. That's all, folks.